Een nieuw seizoen voor de Ajax-jeugd is inmiddels begonnen. Met dit seizoen Saïd Ouaali als nieuw hoofdjeugdopleiding. De functie die hij na het vertrek van Wim Jonk sinds de winterstop al tijdelijk op zich nam. Dat beviel het afgelopen halfjaar goed, waardoor Ajax Ouaali, die sinds 2012 al in de jeugdopleiding werkte als trainer en coördinator bovenbouw, deze zomer definitief aanstelde. Een behoorlijke uitdaging, een leuke uitdaging. En ik ben blij om dat te doen, ik ben er ook trots op. Gelukkig heb ik een geweldige, kundige en enthousiaste collega's om me heen. En dan praat ik over trainen, coaches, performance, medische studie. En samen hebben we met elkaar afgesproken om uitdagingen aan te gaan, alle voorwaarden creëren voor onze jeugdspelers. Uiteindelijk is de club in april gekomen of ik het wil doen. Ik hoef er niet over na te denken, want het een andere liep al. Er was vertrouwen, de werkvloer gaf aan, op deze manier willen we het graag doen. En de keuze was makkelijk, dus ik heb toen ja gezegd. Het voordeel van Saïd was natuurlijk dat hij al eigenlijk verankerd was in de opleiding. Dat hij al kon zien, dat wij al konden zien wat zijn waarde was voor die opleiding. Dat hij een bepaalde taak op zich nam sinds december, januari, sinds de winterstop. En daar zagen wij wel dat het in alle rust dat we verder konden en op een goede manier, met goede ideeën, nieuwe ideeën ook. En dat was goed om te horen, goed om te zien. En ja, eigenlijk hebben wij daarvoor gekozen van ja, waarvoor moeten wij verder zoeken toch wel een risico met zich meebrengt, een gok is. Terwijl we gewoon iemand goed in huis hebben. En we wisten ook vanaf dat moment dat we heel erg sterk met elkaar moesten gaan samenwerken, omdat dat natuurlijk het stukje was wat daarvoor niet goed verliep. En daarvoor denk ik dat we vanaf dat moment een goede stap hebben gezet. En ook die maanden daarna dat we Saïd hebben gevraagd. Met de benoeming tot hoofdjeugdopleiding treedt Ouaali ook toe tot het technisch hart van de club. Dat verder bestaat uit Bergkamp en Mark Overmars en wordt voorgezeten door directeur Edwin van der Sar. Het orgaan waar vorig jaar niet optimaal werd samengewerkt heeft geleerd van de fouten uit het verleden. De leden betrekken elkaar nu overal bij en houden elkaar vanaf het begin op de hoogte. Dat is eigenlijk wat we ook proberen, om alles aan te halen wat er gebeurt in de opleiding, bij het eerste, met elkaar te bespreken, daarover een discussie aan te gaan en vervolgens met elkaar een beslissing te nemen. En dat is eigenlijk het vereiste nu. Heb je ook het idee dat het nu goed loopt in het technisch hart, dat het iedereen goed op één lijn zit wat dat betreft? Ja, nou, het gaat er niet zozeer om dat je op één lijn zit, vind ik. Ik vind dat je verschillende meningen moet hebben, die blijven ook. Als je maar respecteert waarom die beslissing of die mening er is. En als dat puur inhoudelijk is, dan heb ik daar totaal geen moeite mee om af en toe eens te zeggen van nou, dan ga ik op jou af. Edwin, Mark of Saïd. In dit geval Mark en Saïd uiteraard. Met Edwin als voorzitter van het technisch hart. Daar heb ik dan helemaal geen moeite mee. Als ik puur voel dat het op inhoudelijk niveau gespeeld wordt, dan heb ik daar geen moeite mee. En dan kunnen we gewoon verder in beslissingen nemen. Ook de rol van Bergkamp is dit seizoen veranderd. Als assistent van Peter Bosz zit hij tijdens wedstrijden niet meer op de bank, maar besteedt hij nog meer tijd aan de jeugdopleiding. Waar we eigenlijk naartoe willen met de club in het algeheel, is dat we weer mensen in hun kracht moeten zetten. Mijn rol is enigszins veranderd met de komst van de nieuwe hoofdtrainer, die een assistent meenam. Nou, dan kom je in een sfeer terecht van ja, wat gaan we nu doen? Gaan we iedereen weer gebruiken zoals het van ouds was? Of gaan we kijken hoe we mensen meer in hun kracht kunnen zetten? Nou, ik heb ervoor gekozen om vanuit Ajax te zeggen, nou, ik denk dat Henny Spijkerman een hele goede persoon is om bij het eerste op de bank te houden. Dat stukje doe ik niet meer bij het eerste, de rest blijft hetzelfde. En juist dat stukje niet meer bij het team zijn op wedstrijddagen, tenminste, op de bank zitten. Dat houdt voor mij in dat ik meer tijd kan besteden aan de jeugdopleiding. En dat is de verandering in mijn rol. Maar ik denk dat ik daarmee ook mezelf meer in mijn kracht zet. En de mensen bij het eerste. En met name ook Saïd, omdat hij misschien op dat gebied het toch wel fijn vindt. Dat moet je misschien aan hem vragen. Dat ik hem ondersteun. En dat is de bedoeling geweest. Nou, hoe vind je dat, die ondersteuning? Ja, alleen met toejuichen, want wat Dennis aangaf, iedereen in zijn kracht zetten. Als wij mensen hebben die het een en ander meegemaakt hebben als speler, maar ook als trainer, ja, daar willen we gebruik van maken. En ik denk Dennis, met Edwin, Mark, al die uitbetaald voetballers, een meerwaarde is groot om dat zomaar te laten gaan. Dus wij maken daar zeker gebruik van, gericht naar onze spelers. Want onze spelers hebben dat nodig namelijk. Morgen in Ajax TV uitgebreid deel 2 van het interview met Bergkamp en Ouali. Dan over de huidige werkwijze in de jeugdopleiding en de doorstroming van de talenten naar Ajax 1.